Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn nu Laos aan het verlaten. Vandaag gaan we naar Cambodja. We hebben echt ons ontbijt, ik denk, in 5 minuten naar binnen geschoven. Omdat we dachten dat we echt haast hadden. Nou, dat hadden we eigenlijk ook wel. We hebben hem net gehaald. We zitten nu op de boot. En die gaat zo weg. Het is echt een beetje donker nu in het licht. Maar het is 8 uur 's ochtends. En we gaan naar Cambodja. Joepie! Lekker varen. Wij zijn aangekomen bij de grens en nu moeten we een visum regelen. Wij zijn natuurlijk dus laatst in de rij, dus het duurt 8800 jaar voordat we er zijn. Maar het komt helemaal goed. We hebben dus thuis pasfoto's laten maken. Dus doe dat vooral. Voor je visum is dat wel handig. Nou, we moeten nog even wachten. Er zat een vlinder op me. Maar we hebben net ons paspoort, of weet dat, visum geregeld. We moeten nu wachten op de bus die ons weer verder brengt. Maar geen idee wanneer die komt. Ik heb een heel pak koekjes opgegeten. Toen nog zeg maar deze. Maakt helemaal niet uit. Hey. Wij zijn ergens gestopt. Het is nu inmiddels 14:15. Er is ons verteld dat we pas om 8 uur aankomen. Wat betekent dat we precies 12 uur onderweg zijn. Smee heeft een omelet en ik heb fried rice met ei. Maar redelijk moe. Oké, we zitten nog steeds in de bus. Nou ja, zo'n klein busje zeg maar. Ik weet niet of het raar is of professioneel. Maar ik wil even wat vertellen. Deze man naast mij, hij is echt super lief trouwens. Hij vertelde net echt heel sad dat hij heel arm is en zo'n idioot. Neem in Vietnam. Wacht, ik wil hem even scherp stellen op jou. Oh, dat gaat niet. Oh, jawel. Jawel, jawel. Ja. Hij zit zo ver weg. Ik wil altijd elke keer voorin zitten helemaal. Naast de chauffeur. Zodat ik alles goed in de gaten kan houden. Maar goed. We springen ons waard 2 euro. Dat is duurder dan uit eten gaan hier. Dat maakt niet uit. Dat is wel lekker. This is our taxi driver. He's the best driver. His name is Priem. Hello everyone. So nice. Die lieve man van de bus, die heeft dus een broer, Pier, en die is tuk-tuk-rijder. Dus hij had hem gebeld en gevraagd of hij ons naar het hostel wilde brengen. Super lief. Dus die heeft ons daar naartoe gebracht. We zitten in One Wonders Hostel, denk ik. Heel groot, heel mooi. Zou ik zo even filmen. En het zit zeg maar daar. Toen zijn we hier zo gaan wandelen. En nu zijn we op een hele schattige markt. Met allemaal lampjes. En Esmee heeft een hele leuke ketting. Een soort van kraam ontdekt. Met allemaal een soort van bijzondere stenen. En nu wil ze dat. Leuk. Jongens. We zijn dus op die markt. Er zijn niet allemaal stands met stenen en zo. En nu heb ik een prachtige ring gevonden. Deze steen is dus turquoise. Nu ben ik er net achter gekomen dat een Turkse steen is. Hij stelt echt absoluut niet scherp. Maar leuk hè? Is echt leuk. Kijk eens wat we hier hebben. Oh, je ziet het niet door het licht, maar de Dutch snack. Is toch geweldig. Hier heb je gewoon kaas of vlees, kroketten, frikandellen. Dit is echt de best life ever. Kijk nou even, gewoon een kaassoufflé. Arme schijfje. Ik kan wel janken. Het is er. Patat met een kaassoufflé. Oh, eet smakelijk. We zijn weer compleet. Ing en Daan. Frikandel speciaal. Mag ik dat doen? Oké jongens, het is geëscaleerd. Kijk maar.
wel jammer, hè? Dit zijn niet zo jammer. Gisteravond was geweldig. We gingen de hele avond zingen. Tot ongeveer 12 uur. Echt heel vals kwijt. Maar dat hebben jullie als het goed is gehoord. Toen ben ik ongeveer pas om 3 uur gaan slapen. Ik weet echt niet waarom. Ja, echt what the fuck. Nou, daarmee dus heb je verslapen. Ja, toen heb ik me dus verslapen vanochtend. Ik heb gewoon mijn wekker niet gehoord. Ik heb hem uitgedaan blijkbaar, maar ik heb gewoon niet gehoord. Heb ik niet kunnen douchen. Oh jongens, ik ben echt gehoord. Oh, mijn batterij is leeg. Oh, dit gaat echt top. We zijn nu onderweg naar Angkor Wat. Met echt precies dezelfde lieve taxichauffeur, maar dan zeg maar de boer ervan. We hebben dus ook nog niet ontbeten. Echt fucking snel klaargemaakt. Zometeen snel film bij Angkor. Doeg! Wij hebben onze tickets. Joepie, kijk, is zo pokerface. Kijk mij, blije ei. Maar we zijn nu dus onderweg en deze man is zo lief. Weet dus precies welke 3 tempels we het beste kunnen bezoeken, omdat we maar 1 dag gaan. Dus we gaan nu naar de eerste en ontbijt halen. Echt een liefie. Ik was net te laat met filmen. En hier is die. Oh mijn god, laat zien. Oh mijn god, maar je mag er niet op rijden, dat vinden wij zielig. Ja, dus deze gaat stelt ook echt even niet scherp. Maar in ieder geval, daar is de eerste tempel. Ik weet de naam even niet meer. Het valt echt elk moment uit. Maakt niet uit. Beautiful. We gaan als eerste naar deze, Bayon. Daarna gaan we naar Taprom. Oh, het stelt echt niet scherp. Sorry, dit wiebelt echt. Nou ja, en in ieder geval, bij de zonsondergang gaan we naar de Angkor Wat. Het is dus niet dat dit allemaal Angkor Wat heet. Ze hebben dus allemaal een andere naam, elke tempel. En dit is echt mega groot. Dus dit is 162 hectare. Dat is echt mega groot. Wij gaan dus naar die 3. Jongens, ontbijt hier is echt veel duurder in Cambodja. Dit is $7. 7. En je krijgt letterlijk hetzelfde als in al die andere landen. Maar daar was het zeg maar 1. Sad. Kijk hoe mooi. Beautiful. En in de, ik weet niet hoe je dit noemt, muren, staan ook allemaal van die mooie gegraveerde afbeeldingen. Zo mooi. Kijk al die hoofden die erin zitten. Volgende tempeltje. Mooi. We zijn bij de Angkor Wat. Eindelijk met de zonsondergang. Zo mooi. Als ik eens zoom, we gingen hier net heel snel foto's proberen te maken. Die telefoon en alles valt helemaal leeg. Ik bedoel camera. Maar het is gelukt. Yes. Zo blij. Blij. Kijk hoe mooi, we zijn zo dichtbij. We mogen alleen niet verder, kijk dit bordje. Maar echt heel mooi. Het is te laat om nog verder te gaan. Ik ben helemaal verliefd op deze plek. Deze tempel is echt sowieso de mooiste. Goedemorgen. Gisteravond hebben we niks meer gedaan. De batterij was leeg, dus ik heb hem opgeladen. Toen zijn we gaan slapen. En nu is het volgende dag. We hebben net uitgecheckt uit ons hostel. Ik zal het even laten zien. Mee haar doeken aan het tellen. Kijk, het is best wel een mooi hostel. Lijkt een beetje op een hotel. Het is ook heel groot, met 4 verdiepingen of zo. En we wachten nu op ons ontbijt. Dat wordt daar gemaakt. Even nog iets over die tempels. We zijn dus naar 5 tempels geweest. Het was echt heel erg leuk. Super groot ook. Ik vond de laatste, Angkor Wat, die grootste, echt heel mooi. En jij ook, hè? Die vond jij ook het mooiste, hè? Heel mooi. Heel groot. Heel groot. Nee, want we waren daar dus met zonsondergang. Echt heel mooi, alleen ik denk dat je er beter met zonsopkomst kan zijn. Alleen is het dan, als ik het van Inge en Danielle een foto moet geloven, echt heel druk. Bij ons viel het op zich best wel mee. Ik vond het eigenlijk wel prima. Alleen de zon is dus aan de andere kant. Maar maakt zich niet uit, dat is echt super mooi. Vandaag gaan we echt helemaal niks doen. Lekker een dagje zwemmen bij het hostel hier, want ze hebben hier een heel mooi zwembad, 2 volgens mij. Dus we gaan lekker tennen. Dit is onze 3e tendag nog maar. We zitten hier een maand. We zitten hier gewoon alweer een maand. Maar we hebben nog maar 2 keer een tendag gehad. Dit is nu onze 3e dag.
Dus ik hoop dat we een beetje verkleuren mogen. Het zou echt chill zijn. Deze bikini, jongens, oh, dat moet ik echt even vertellen, is gemaakt van allemaal gerecyclede dingen die uit de zee komen. Je kan hem van twee kanten dragen. Dus de ene kant is zwart. De andere kant is ja, dit. En ik ben zo blij dat dit gewoon gerecycled is. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat echt een heel leuk idee. Hij is van Halla X Halla. Oh, ik zeg het echt als Tata Halla. Oké, lekker eten. Jongens, dit is toch het leven wat je wil. Hoe geweldig is dit? Lekker bij het zwembad waar je niet in kan zwemmen doordat er bier in is gevallen, maar dat maakt niet uit. Zonnetje erbij. Blij ei. Nou, sorry voor dit hoofd. We hebben de hele dag lekker niks gedaan. Lekker gelegen bij het zwembad. En toen was het schoor, dus we konden er niet in, maar dat maakt niet uit. Nu zijn we aan het eten. Ik heb een curry en S heeft noedelsoep. En dan gaan we uitchecken. Of nou, we hebben al uitgecheckt, bedoel ik. Dan gaan we naar een nieuw hostel. Deze meiden zitten in de tuk-tuk. Lekker naar de White Rabbit heet het. Kijk deze mooie brug. Zo leuk versierd. Kijk hoe cute met al die lichtjes versierd in de stad. Wederom niet GroenLinks, maar wel heel leuk. We zijn op de Pub Street aangekomen. Ik hoop dat je mij hoort, maar we hebben net onderweg alcohol. De dag is al bijna voorbij. We hebben letterlijk niks gedaan de hele dag. Alleen maar bij het hostel gelegen. We zijn weer bij Wonders gegaan en toen bij het zwembad gelegen. Ik heb net mijn nagels laten doen. Nou, nu gaan we hierheen en dit ziet er super mooi uit. Dus dat zal ik zo even voor jullie filmen. Mag ik nog even zeggen dat dit trouwens maar $2 was en dat een flesje nagellak remover $3 was. Dus dat ze laten doen nog goedkoper was dan een flesje nagellak remover. Kijk hoe mooi! Goedemorgen, het is echt mega vroeg, 7:15. We wachten op ons ontbijt back at Wonders, want vanaf daar gaat onze bus. Wij gaan naar, nou, ik kan het niet goed zeggen, Phnom Penh. Nou, ik weet niet, zoiets. En die bus komt om, nou ja, ze wisten dus niet precies. Er staat letterlijk tussen 7 en 8. Dus niemand weet het. Dat is een verrassing. En onze wekker ging om 6 uur. Ik ben redelijk moe. Lichtelijke wallen. Dat maakt niet uit. Iets anders. We gaan vandaag best wel iets shockings doen. We gaan naar de Killing Fields. Dus dat wordt janken. Ik moet nog even zorgen dat ik zo'n bak met tissues meeneem. Maar nu even eerst achter op ons ontbijtje. Zin in. Voor de verandering heb ik weer eens een scrambled egg. Of zoals zij zeggen, scrambled egg. Met toast en croissant. Zin in. Ik wil nog even wat grappigs laten zien, want eergisteren waren we dus met die hele groep. En toen, soms vragen mensen, mag ik een slokje van je water? Nou, ik zeg het je, ik koop nog liever 100 flesjes voor je dan dat je een slok uit deze fles neemt. Dat vind ik gewoon echt goor. Ook als mensen van mijn bord willen eten, het aanraken met hun handen, vind ik gewoon goor. Dus, dat hebben we gedaan. Allemaal flesjes gekocht die we nu mee moeten nemen. Zeg maar de hele wereld over, dus dat is een beetje kut. Hey, daar is ons eten. We konden dit hier opeten, maar dat was zeg maar takeaway. Ik moet echt even wat zeggen. Wacht, ik wil het even voordoen. Als ze hier iets aangeven, dat is echt veel te aardig, maar nu is het dus zo in hand. En dan pak je het aan en dan zo. Dat is echt mijn hart. Ik smelt, maar het is zo lief, maar het is ook zeg maar een beetje onderladen. Kijk, ja. Dat ze net had ik met het bord. Oh, dat bord is weg. Maar zat ik zo? Ik ging die mensen stuk en ik dacht. Kun je die foto erin gooien? Oh ja, hier is de foto. Oké. Wij zijn vanmiddag aangekomen bij het Billabong Hostel. Deze is echt super chill. Daarachter zit een zwembad. Daar hebben wij wederom de hele dag gelegen. Want we wilden dus die tour doen. Maar die is alleen 's ochtends. Dus daar waren we alweer te laat voor, helaas. Dus morgenochtend gaan we dat doen. Dus om 7:30 weg. Of 8:30. Ik denk dat het 8:30, maar het is 8:30.
En dan nog wat, ik had gisteren dus mijn was opgehaald. Het is gewoon gekrompen, ik kon mijn BH niet meer aan doen. Mijn bil steekt onder mijn broekje uit. Maar ja, ik heb niet echt een keuze of zo. Dus ik heb het nu aan. Maar het ziet er niet echt flatterend uit. We gaan nu weer naar een rooftop bar. Samen met een paar andere Nederlanders. Die we mee in de bus zaten. En die ook bij ons in het hostel zaten bij de vorige, zeg maar. Oh, ik doe mijn camera even weg. Want we hebben dus gehoord dat dat hier gewoon uit je handen getrokken wordt. Vandaar ook deze, zeg maar, hoe heet het ook weer? Fanny packs. Zodat als ze het van ons afrukken, dan rukken ze ons mee. Dus ik leg mijn camera even weg. Oké, de weg hier naartoe was ook heel bijzonder, maar ik durfde het echt niet te filmen. Maar dit is het uitzicht. Oké, even vervolgen. Ik pleurde bijna over een kruk, maar dat maakt niet uit. Maar we zijn nu at Jupiter of zoiets. Maar het is een heel mooi uitzichtje. Lekker een gin tonic met recyclebare rietjes. Goedemorgen. Het is ik denk 9:15 of zo. En wij zijn net aangekomen bij de gevangenis. We gaan nu de tour doen met Nederlandse guide. Ja, een soort van iemand die vertelt wat er allemaal is gebeurd en dat kun je dan bekijken. We zijn echt net binnen. Dus daar gaan we nu mee beginnen. Oké, dat was heel erg heftig. We zijn nu net aangekomen bij de Killing Fields. Dat was een half uurtje rijden. En daar gaan we nu beginnen met de tour. Ook weer een luistertour. Met heel veel verschillende stops. Maar ik ga jullie straks even uitgebreid vertellen wat het was en hoe ik het vond. En dan laat ik nu gewoon weer wat beelden zien. Wij zijn weer terug bij het hostel van de Killing Fields en we zijn eerst naar het museum geweest. Wat vond je ervan? Heftig. Ja, het was echt erg. Ja, het was echt best wel heftig. Ik had wel gehoord van mensen dat het heftig zou zijn, maar het is echt... Erger dan je denkt. Ja, en het is nog niet eens zo heel lang geleden dat dit is gestopt. Mm-hmm. En het heeft best veel invloed gehad op... Mensen die hier wonen. En de mensen die hier wonen. En mensen van 40 plus hebben dit allemaal nog meegemaakt. Dus het is gewoon een hele gekke gedachte, omdat we er nog best wel dichtbij staan. Ja. Voor mijn gevoel.
Maar het was echt heftig en wel zeker de moeite waard, vond ja. ik. En als je gaat, moet je echt met dat geluid audio ding ja, doen. Ja, die was echt... Ik vind dat heel precies ook wat ja. mensen zeggen. En ook niet te lang en zo. Het was allemaal precies ja. goed. En ja, ik vond het echt wel goed, die audiotour. Ja. En ik denk ook wel, als je het niet doet, dan kom je er ook niet zoveel over te weten. Nee. Dan kijk je eigenlijk alleen maar naar plaatjes en naar bepaalde dingen. Je weet maar niet eigenlijk waarom. Weet je niet waarom, waar je nou naar kijkt. Nee. Dus dit was wel echt heel goed. Ja. En je moet zeker gaan, want ik dacht eerst ook van, nou, misschien moet ik niet gaan. Want ik kan echt helemaal niet tegen die dingen. Ik heb ook echt de hele tijd gejankt. Maar je moet wel gaan. Het is wel echt heel erg. Vooral op het einde zie je al die skeletten bij elkaar staan. En dan denk ik, oh ja. Oké, ik vond vooral de boom het ergst. Dat zag je gewoon letterlijk. Of nou, die man die vertelde dat dan. Hoe baby's tegen die boom aan werden geslagen. Totdat ze dood waren. Voor de ogen van hun moeder. Nou, dat vond ik echt erg. Oh mijn god. Ja. Ik zou wel met iemand anders er naartoe gaan. Ja, niet met mij. Nee, maar helemaal niks. Het is gewoon wel leuk, of nou fijn, om iemand te hebben tegen wie je dan even kan praten. Ja. En we hebben ook echt letterlijk bijna niks tegen gezegd. We hebben het gewoon gestaan. Ja, gewoon de knuffel. Ja. En ja, heel veel mensen zijn daar ook gewoon heel stil. Dat ja. zeggen ze ook, van je mag eigenlijk ook niet praten daar. Nee. En op heel veel plekken mag je ook geen foto's maken. Nee. Maar het heeft ook wel wat die stille, die stilte ja. om je heen. Want dan neem je het wel echt in je op. Maar ja, het is best wel emotioneel. Het is heel sad. Maar wel echt de moeite waard. Voor iedereen. Ja. En dan nu nog iets anders. We staan dus in ons hostel. En we zouden dus vandaag weggaan naar Vietnam. Hadden we heel veel zin in en ook goed gepland. We kwamen net aanlopen en toen stond die bus klaar om ons op te halen. Zeggen ze, ja, jullie visum klopt niet voor de bus. Dat is voor het vliegen. Dus, nou, ik dacht toen, dat is toch raar. Maar Snet kijkt op dat ding, staat gewoon heel vaak vliegen. Zo vliegveld. Dat is een beetje dom. Super dom. Dus nu moeten we $60 betalen. $60 betalen, omdat we een express visum moeten aanvragen. Dus, ja. En anders moeten we 3 dagen wachten en we willen hier niet 3 dagen blijven. Nee. En een extra nacht moest extra boeken. Nacht. En de bus moest omgeboekt worden. En nu zitten we ook nog in een grote kamer. Terwijl gisteren. Of nou, afgelopen nacht waren we met 6 mensen, waarvan wij 2. En er sliepen eigenlijk maar 2 anderen. Dus waren ja. we met z'n 4. Dat was echt chill. Maar ja, ja, het valt mee. Het is wel een chill hostel. Het is trouwens echt een chill hostel. We ja. hebben nog helemaal niet gefilmd Lekker buiten. Lekker zwembadje erbij. We gaan nu naar buiten, ga ik het voor jullie filmen. Lekker zwembadje. Nou, we zijn er nog niet in geweest, dus weten we eigenlijk niet. Maar het lijkt wel lekker. En wij slapen daar ergens. En de vorige keer sliepen we daar ergens. Maar ja, dit is het. Wel echt heel chill. Nou, daar zijn we weer. We zijn eigenlijk naar precies dezelfde plek gegaan waar we gisteren ook waren. Om de zonsondergang te bekijken. We zijn een beetje te laat, want de zon is dus daar. Maar wel leuk om het ook overdag te zien. En het is ook echt een chill leuke plek. Want het is niet groot. En je hebt echt de lekkerste gin ever. Echt ook allemaal verschillende soorten smaken. Echt amazing. Hallo! Cheers to this good life. Onze pizza! Nou, we hebben er nog één. Geweldig! Nou, we hebben pizza gemist, want we hebben nu onze 3e pizza. Zin in! Steph is er ook! Wederom nog een pizza besteld. Oh ja! Oh ja. Nou, de verrassing. Dat was hij al. Goedemorgen. Ik wil even laten zien dat ik heel veel keuzestress had. Omdat ze hier dus een plant-based menu hebben. Dat niet alleen. Ook gewoon echt lekker. Maar ik heb net ontbijt besteld. Deze smoothie bowl. Ik ben heel benieuwd wat het is. Er zitten lekker eitjes. En we gaan zo meteen lekker naar Vietnam. Joepie. Nou, dit ziet er lekker uit. We zitten nu net in de bus naar Vietnam. Deze duurt 6 uur. En het is nu 1 uur, dus we zijn daar. 7 uur, stelt niet scherp. Maar dan zijn we er. We hebben ook net hostel geboekt, dus dat is chill. Nu lekker wachten. Beautiful. We hebben een stop met onze
bus. En daar zijn we net eventjes bijna opgelicht. Maar wij zijn niet dom. Wij gaan lekker weer verder en hebben alleen een banaan gegeten. Joejoe! Wij zijn gearriveerd en dit is echt sinds tijden dat ik een pasta heb. Oh mijn god, die goed is. En S heeft een lekkere pizza. Yummy! Jongens, ik ben zo gelukkig. Dit was de lekkerste pasta die ik in tijden gehad heb. Het was ook de enige die ik in tijden gehad heb. Dus mee gaat hier even stuk. Maar dit was echt, het was echt geweldig. Het was echt lekker. Ik wil nog meer. Ik wil de hele dag door. Zin in. Nou, ik weet niet of je S ook al kunt zien. Maar wij zijn aangekomen in Vietnam. Dat betekent dat we deze vlog moeten afsluiten. Of ja, moeten gaan afsluiten. Want dan begint weer een nieuwe vlog. Ik denk dat we iets te weinig tijd hebben doorgebracht in Cambodja. Eigenlijk. Ja. Weet je zeker. We hebben letterlijk twee dingen gezien. Dat was Angkor Wat en de Killing Fields. Ja, we wouden nog heel graag naar de eilanden. Korong. Hebben we niet gedaan. Maar hebben we niet gedaan, hadden we geen tijd voor. Nee. Maar we komen ooit nog een keer terug. Ik tenminste wel. Ja, het moet wel. Moet wel. Maar het was wel super mooi. Wat we hebben gezien was echt heel mooi. Ja. En ook echt de moeite waard. Dus als je gaat, ga die twee dingen sowieso doen. En dan moet je even naar de tempel van als eerste Angkor Wat. De tweede, volgens mij heet die Taprom of zo. Nee? Taprom of zo, ja. Ja. Taprom. En naar Bayon. Die drie vond ik tenminste het mooist. Het is een beetje lastig om ze allemaal in beeld te krijgen. Maar, en inderdaad naar de Killing Fields en het museum, S21. Ook heel erg de moeite waard. Super leerzaam. Ik vond het fijn dat we het gezien hadden, ondanks dat ik eerst dacht, nou ja, ik ga niet. Ja. Heel fijn. Ja, dus bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Dag. Doei. Doei.